Geweldig. Dit was gewoon onze nieuwe ride. Hoe leuk. Kijk hoe leuk. Wij staan nu voor Biro en we hebben net gepraat met die eigenaar, die zie je achter ons. En we gaan dus een samenwerking met hen doen. Ja, we gaan dus nu rijden. Krijgen we een testritje en dan gaan we waarschijnlijk gewoon de hele tijd in dat ding rijden. Nou, dat is toch helemaal fantastisch. Hoe leuk dat die deuren ook zo open gaan. Oké, maar... Begin jij met rijden? Hoe leuk. Maar dan kan je gewoon via links en dan kunnen we even dat straatje in. We zijn nu aan het rijden in een bureau. Ga maar naar rechts. Ja. Oh my god, dit is zo leuk, jongens. Uh-oh. Oh my god. Oh my god, dit is zo leuk. Ik zit erin en we gaan nu rijden. Het wordt zo leuk. We gaan nu voor het eerst rijden. Fiet heeft net gereden. Ja, ik heb net al gereden. Het is geweldig. Dit was gewoon onze nieuwe ride. Hoe leuk. Kijk hoe leuk. Schat, die deur is nog open. Weet ik. Ja. Wij gaan echt hysterische dingen hiermee doen. Dat, ja. Daar hebben jullie echt geen idee van. Nou, hoe chill is dit? Ja, niet normaal chill. Zo fucking chill. Kijk uit. Ja. En we zijn weer bij het kantoor. Ik wil er niet uit. Ik ook niet. Ik wil hem hebben. Voor altijd. Kijk, uit remmen. Ja. Jezus. Bijna verongelukt al. We komen net dus van die meeting met Biro. Ik moet zo'n ding in mijn leven hebben. Ik ben nu al verslaafd. Ik ook. Ik kan het niet meer uit mijn hoofd krijgen. Ik vind het zo geweldig. Zo'n ding is natuurlijk te gek voor in Amsterdam. Omdat je het natuurlijk overdekt. Dus gewoon... voor de regen. Het regent natuurlijk altijd. Ja, hier. Dus je bent gewoon altijd droog. En in de zomer kan je die deuren eruit halen. Dus dan heb je gewoon zo'n open kleine Jeep. Nee, en als je, ja, als je er dus in zit, hadden wij net helemaal zo'n gelukkig gevoel. En helemaal lachen en hysterisch. En iedereen kijkt. Je kan daar niet heel bloedserieus in zitten. Nee. We gaan nu even shoppen, want we willen ook een paar leuke shoplogs maken. En we... Sorry. Dat keihard fietsen op de fiets, dat vind ik nog steeds apart. Fietsen op de fiets? Zingen. Ik heb trouwens een superleuke choker gekocht, zal ik even laten zien. Bij Jutka en Riska. Oh, dat is zo'n leuke winkel. Ja, geweldig. Daar was ik echt al jaren niet geweest. Ik ben een hele mooie choker. Wauw. Goud. Sta even stil. En dan zo gaat hij. Geweldig. Nou, ik vond hem super leuk. Omdat hij goud was. Ja. Ik kom net van de Zara. En ik heb zulke geweldige dingen gekocht. Ik kan niet wachten om het te laten zien. In de shoplog. Een gigantische tas. Vol met leuke kleding. Ik weet dus niet of jullie dat hebben. Maar dan ga je dus winkelen. En dan denk je, oké, ik mag niet te veel kopen. En dan denk je, ik pas het thuis allemaal wel. Neem ik altijd ziek veel mee. En dan ben ik van plan om het thuis te brengen of terug te brengen. Maar dat gebeurt natuurlijk nooit. Dan wil je alles houden. We hebben net geshopt en we zitten nu bij KV De Jaren met Noor, Reuf en Rita. Gezellig! We komen net van het terras af met de vriendinnen en we gaan nu bij mama en Willem eten. In Oud-Zuid zijn we nu. Ja, we komen net uit het tram. Lekker. Gezellig! We staan in de lift. Mama heeft een lift. Fucking chill. Hier! Hallo! Daar is mommy! Hoi! Het was heel goed weer. Dat was het fijne van. We gaan nu eten. Kijk even hoe mooi de tafel is gedekt. Heerlijk eten. Maar mama, vertel even wat het is. Jamie Oliver. Jamie Oliver. Maar wat is het? Asperges met? Met peer, bramen, waterkers, rucola en parmezaanse kaas en walnoten. Oh, maar geen walnoot voor Elise, want Elise is super allergisch. Ja. Maar ik heb er nu al zin in met een heerlijk glaasje rosé. Dus, cheers.
Cheers. Cheers. Oh my god. Ik lijk wel een jongen. We hebben ons even verkleed, want daar hadden we zin in. Ik heb rood haar gekregen. Ik ben helemaal New York. Kijk, I love New York City. New York. Ik vind echt dat we een keer verkleed naar de Albert Heijn moeten gaan. Ja, en dan helemaal in onze rol. Gewoon alsof het de normaalste zaak van de wereld is. Maar helemaal in onze rol met een selfie stick. Ja. Ja, nee, of dan wel. Gewoon wel filmen, want je krijgt hoe dan ook rare commentaar. Ja, of niet? Wat is dit geluid? Doe even normaal, man. Je lijkt op zo'n, zo'n witte rapper. Hey, what's up? You know what I'm saying? Nou, ik lijk gewoon zo'n Roemeense oma. Een oude Roemeense oma. Ik ga er even bij liggen. Nou, ik niet. Duimpje omhoog. Duimpje omhoog als jullie vinden dat we zo naar de Albert Heijn moeten. Ja, maar zo naar de Albert Heijn is echt niet heftig. We moeten dan ook echt in vol ornaat gaan. Nee, dit is niet heftig. Dit doe ik echt nog in mijn eentje. Ik zie er twee ochtendjassen. Schat, ik dacht een beest. Ik zie er twee ochtendjassen liggen. Dat we gewoon met onze ochtendjassen naar de Albert Heijn gaan. Ja, we moeten idioot eruit gaan zien. Ja. En we gaan een krankzinnige outfit aandoen. En dan zo naar de Albert Heijn. Ja, dat lijkt me heerlijk. Ik vind dat we dit echt moeten doen in bijvoorbeeld Oud-Zuid. Allemaal van die kakkers, van die stijve mensen die niks gewend zijn. En dat we dan dat doen. Dat hier kan je echt niet zeggen. Stijve mensen die niks gewend zijn, wij zijn daar opgegroeid. Ja, ja, dat is waar. Of Albert Heijn Museumplein. Weet je, Elise, bepaal jij het maar. Nou, ik ga er nog even over nadenken. Ja, we komen net bij mama vandaan. En dat was super fijn, super lekker. En nu liggen we weer lekker op de Nieuwmarkt. Lekker, we blijven hier gewoon de hele tijd. Ja, want het is zo gezellig hier. Nee, we zijn wel echt minder aan het draaien voor de Next Boy Girl Band. Ja. Dus, dan kunnen we lekker in het centrum blijven, want we hebben geen auto nodig. En we hebben hier namelijk geen parkeerplek. Nou, aju paraplu, genoeg geluld. Abonneren als je dat nog niet hebt gedaan. Nee. Duimpje omhoog, comment alles je weet. En dan zien we je morgen weer. Mwah.